Hallo allemaal, welkom weer op mijn kanaal. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb binnengekregen dit prachtige palet van Anastasia, het Modern Renaissance palet. Ik kreeg hem gisteravond binnen en ik wil heel graag een eerste indruk, dus een first impressions opnemen. Dus ik ga hem er even uithalen. Ik heb hem eruit gehaald. Nou, de verpakking is echt heel mooi. Het is echt helemaal van fluweel, zeg maar, aan de voorkant. Dat voelt ook echt heel lekker. En de achterkant ook, maar er zit een grote sticker op met ingrediënten. Helemaal uit Amerika gekomen. Lang op moeten, of ja, het viel mee. Maar wel bijna 2 weken op moeten wachten. En hij is er. Ik ga de binnenkant aan jullie laten zien. Er zit een heel net hoesje op. Dit is het palet. En oh, de kleuren zijn zo mooi. En ik vind de kleuren ook eigenlijk wat meer herfstig, als ik eerlijk mag zijn. Dus daarom ben ik heel blij dat ik hem nu toch in mijn stash heb. De kleuren zijn gewoon heel mooi. Er zit ook nog een mooie kwast bij. Daar ga ik mee werken. En de first impressions, misschien dachten jullie al, wat ziet ze er kaal uit. Maar ik heb mijn hele make-up look gedaan, behalve mijn ooglook. Ik heb wel een primer gebruikt. Ik gebruik altijd de primer van MAC of de paintpot van MAC in Groundwork. Ik ga ook gewoon de kleuren straks meteen proberen. Ik wil ze eerst voor jullie swatchen en dan wil ik een ooglook mee maken. Ik heb nog geen idee welke ooglook ik ga maken, dus ik hoop dat het er een beetje fatsoenlijk uit komt te zien ook. Maar ik begin even met het swatchen en ik ga ze gewoon even op mijn hand swatchen, had ik het idee. En ik begin dan met de eerste kleur en dat is Tempera. Nou, dit is al pigment, hij is heel zacht. Mijn handen zijn wel heel droog. Ja, je ziet hem wel, maar hij is erg naar huidskleur toe. De volgende kleur is Golden Ochre. Of ochre staat er, maar ik denk dat dat ochre is. En die is mat ook. Dit is allemaal mat. Ik merk ook wel weer dat ze poederig zijn. En ja, deze is qua pigment. Ja, ik moet dat zien op mijn ogen, maar zo vind ik hem iets tegenvallen. De volgende kleur is een shimmerkleur. Dat is Vermeer. Ja, dat is een hele mooie glanzende kleur, maar hij is moeilijk te pakken. Hij heeft een zachte, roze ondertoon. Dan gaan we naar Buen Fresco. En dat is een hele mooie, zo'n mauve-achtige kleur. Ook mat. Ja, het is echt wel een beetje lastig te zien. Maar goed, straks op mijn ogen komt het misschien wat mooier uit. De matte kleuren. Hebben wel, deze heeft wat beter pigment, die Golden Ochre van hier, die is echt wat poederiger. Misschien kan je dat ook zien. Maar goed, we komen vanzelf in donkere kleuren. De volgende kleur is Antique Bronze en die is ook met een mooie shimmer erin. Die wordt ook al wat beter qua pigment. Een hele mooie bronzen kleur. En dan gaan we naar Love Letter, dat is een hele mooie, een beetje paars-roze kleur. Ook weer mat, maar wel een mooie kleur. Matcht redelijk met mijn lippen vandaag. En de laatste van de bovenste rij is Cypress Amber. En die heeft dan heel goed pigment en hij is wel mat. Dus zo zien jullie een beetje de kleurtjes. Maar ja, let niet op mijn hele droge huid. Ik had ze misschien even moeten insmeren van tevoren. Maar goed, dan zie je wel, je oogleden zijn als het goed is iets vettiger. De tweede rij begin ik met Raw Sienna. En dat is doet je ook een beetje denken aan de woestijn. Een beetje een medium bruin met een hele warme ondertoon. Dat vind ik hele mooie kleuren. Ja, prachtige kleur. En de tweede die daarnaast zit is Burnt Orange. En die is nog net even warmer. Die heeft wat meer oranje erdoor. Zijn beide mat. Ook heel erg mooi. Ik hou echt van dit soort tinten in de crease. Dus daar ben ik heel blij mee. De volgende is Primavera en dat is ook een hele mooie gouden kleur. Ik swatch je niet al te heftig hoor. Het is echt een klein beetje doe ik het erin. Een hele mooie gouden shimmerkleur. Dan krijgen we Red Ochre. Dus we hadden net al Golden Ochre en dit is Red Ochre. En dit is nog een warmere matte kleur. Die heeft echt wat meer rood in zich. Bruin rood. Heel mooi. En de volgende is Venetian Red. Dit is echt een hele mooie kleur ook. Ik vind de zwartjes een beetje tegenvallen als ik het zo. Misschien komt het door mijn droge huid. Dat is dan mijn eerste indruk. Want hij ziet er in de pen een stuk donkerder uit. Dat is deze. En dan komt hij zo uit. Maar goed, we gaan het zo gewoon ook op de ogen doen. Het is niet dat het slecht pigment is, maar ik vind hem een beetje wegvallen.
Kijk, als ik nog wat meer neem of het ja, wat beter gaat. Ik dacht ook eigenlijk dat die shimmer was, maar hij lijkt toch heel erg mat. Dus dat kan een beetje... Maar zo is hij beter, dus met de tweede laag. Dan nog één, dat is warm taupe. Dat is meer dus een taupe kleur, maar aan de warme kant. En daar ben ik ook altijd heel erg dol op. Ik ben nog niet zo goed in swatchen, maar goed. Ik doe mijn best. Ook een hele mooie crease kleur. En de laatste is Real Gar. Ja, die is nog wat meer oranje dan bruin. Ook een matte kleur. Er zit er echt veel matter in. Veel meer matte als ik eigenlijk had verwacht of zo. Ja, dat is ook heel mooi voor. Dit is echt zo'n hele mooie herfstkleur. Zo'n beetje een burnt orange kleur. Real Gar. Dus dit zijn de andere 7 tinten. Dus het zit een beetje zo. Het zijn alle kleuren bij elkaar. Ik vind de kleurkeuze heel mooi. Heel toch een beetje afwisselend met wat kleurtjes erin. En het pigment vind ik, het voelt allemaal heel zacht. Maar ik vind sommige kleuren wat tegenvallen. Dan moet je ze dus een beetje opbouwen in de swatches. Maar ik ga ze zo op mijn ogen gebruiken. En ik ben al het masterpalet van Anastasia natuurlijk gewend. En ja, die geeft gewoon zo'n goed pigment als je het op je ogen doet. Dus daar gaan we nu maar even mee beginnen. Want ik ben heel benieuwd. Ik ga ook gewoon even de kwast gebruiken die natuurlijk in het palet zit. De kwast heeft dan gewoon een soort flat shader brush. En die ziet er zo uit. En een fluffy blending brush. En ja, die is wat lang. Ik heb ze liever iets korter en breder nog. Maar goed, dat is prima. En ik ga hier gewoon mijn look mee maken. Ik begin even met die eerste kleur, die Tempera. En die ga ik even over mijn hele ooglid nog een keer doen. Dus over die paintpot heen. En dat doe ik gewoon met het stukje van de blending brush. Ik merk nu, kijk, je ziet misschien, even kijken of je dat kan zien, dat de poeder van deze al los. Dus je moet deze echt heel voorzichtig gebruiken. Want als je, dat zei ik al de vorige keer, is heel erg in die pen zo gaat, dan gaat alles alle kanten op, dan verlies je veel product. En dat is natuurlijk zonde. Er zit ook een spiegel in het palet trouwens. Ik zal eventjes dat beschermdingetje er gaan afhalen. Het is echt helemaal nieuw. Dan kan ik ook gewoon even deze spiegel gebruiken. Ondertussen. Ik zal ietsjes dichterbij komen zitten. Dat is misschien ook fijn. Dus ik ga eerst die Tempera zo over mijn ooglid gebruiken. Ik kan gewoon over het hele ooglid. Nou, je ziet ook wel wat poeder vliegen. Je moet echt gewoon één keer deppen. En als je fallout wil voorkomen, dan kan je beter een beetje zo deppen. Dat is dat mijn tip tegen fallout. Want als je zo gaat sweepen, dan sweep je zeg maar alles zo hup en dan valt het onder je ogen neer. Dus dit is Tempera op beide oogleden. Even om te zetten. Om een mooie basis te creëren. Dan ga ik toch even die Burnt Orange. Deze kleur. Ga ik in de crease gebruiken. Echt heel zacht. Eén keer zo gedrukt. En dit komt er al vanaf. Dus dat is echt bizar. Ik ga hem in mijn crease blenden. Kijk, en nu zie je. Ik probeer voor zo voorzichtig mogelijk te blenden. Want je ziet gewoon echt wat heen en weer schieten. Hier en daar. Aan de andere kant even. Dus jullie zien dat dit is echt heel goed pigment. Dat zie je niet vaak bij mat ook. Ik hoop dat het een beetje netjes opkomt. Maar dan zitten we nu hier met de crease altijd goed blenden. De kwast is wel heel zacht. Ik hoorde sommige mensen een beetje klagen van als ik deze heel vaak heen en weer beweeg, dan wordt mijn oogleden gewoon pijnlijk. Maar nou, dat vind ik echt helemaal niet. Maar goed, dat is natuurlijk ook net hoe gevoelig je bent. Ik wil het uiterste puntje wat meer aanzetten. Dat doe ik dan met deze kant. En daar gebruik ik even de kleur Red Ochre voor. Die vind ik ook heel mooi voor nu. Ook die heb ik gewoon zo één keer hup gedept. Je ziet het. Het pigment is heel mooi. En dit doe ik ook gewoon een beetje deppen. Zodat je niet zoveel fallout krijgt. En de andere kant. Het is echt één keer. En het komt er gewoon heel goed op. Ik moet trouwens ook weer naar de kapper, want ik heb echt grijze haren. Ik denk dat jullie het kunnen zien. Het is echt verschrikkelijk. Mijn moeder werd ook heel snel grijs. Dus ja, helaas heb ik die genen waarschijnlijk even van haar overgenomen. Dus ik wil binnenkort weer even mijn haar verven. Ik ben nog een beetje aan het nadenken welke kleur ik dan zou willen doen. En dan ga ik het een klein beetje nog uitblenden. Niet te heftig. Maar ik vind dat ze ook goed pakken hoor, want je blendt ze niet zo... Weet je, je hebt ook wel eens oogschaduw, doe je dan zo en dan blend je en dan is het weer verdwenen. Nou, dat is bij dit absoluut niet. Het hecht gewoon ook goed. Ik ga even voor de kleur Vermeer. Ik zou eigenlijk voor die Primavera willen gaan goud, maar dat doe ik al heel vaak. Dus die Vermeer heeft een wat meer rozige ondertoon.
En dan maak ik even een beetje zo mijn kwast schoon op mijn handpalm. En dan pak ik de kleur Vermeer. En die is echt wel een beetje glitterig. En die ga ik dan hier zo deppen. Kijk, en hier zie je ook weer dat het pigment heel goed is. Die doe ik ook helemaal zo in de binnenste ooghoek. En dit is ook weer gewoon één keer met het kwastje erin. Dus dat gaat heel goed. Ja, de camera geeft iets hardere lijnen. Want als ik hier in mijn spiegel kijk, is dat dus niet zo. Maar ik kan nog even een beetje de kleur die Tempera pakken. Weer op het blending gedeelte, zeg maar. En dan ook eventjes hier onder mijn wenkbrauwbot die kleuren een beetje blenden. Dat de lijnen echt niet hard zijn. Want het is tegenwoordig niet meer de bedoeling. Het moet allemaal mooi geblend zijn. En wat ik ook kan doen is nog een beetje wat donkerder hier wat meer in de crease. Want dit had ik echt een soort transition kleur gebruikt. Die burnt orange. Deze Cypress Umber. Ja, die ga ik even gebruiken nog in de crease. Lichtjes met het kleine kwastje weer. Die doe ik echt wat meer in de crease. Om die wat meer intens te maken. Dan kan ik nog weer een beetje gaan blenden. Ik ga nog een beetje van de Red Ochre weer toevoegen hier. En dan pak ik nog even een ander kwastje. Een van mijn favoriete kwastjes van de HEMA. De 203. Daar ga ik eventjes weer in de Burnt Orange. En die ga ik onder mijn oog aanzetten. Kijk, je ziet echt, het is, nou dat is echt geweldig van Anastasia. Het is gewoon, ik doe echt één keer erin drukken en je ziet gewoon wat er vanaf komt. Het is echt, echt heel bizar. Ook nog een beetje Red Ochre aan het uiteinde, dus net als aan deze kant, zeg maar. Ik ga nu nog even die kleur Vermeer die op mijn ooglid zit, ook in het binnenste ooghoekje gebruiken. Even met mijn buffing brush. Ik had wel al concealer gedaan, maar ik zie eigenlijk helemaal geen fallout liggen. Dus dat is hartstikke goed. Je ziet gewoon dat de manier van aanbrengen. Kijk, doe je heel veel met je kwast erin en ga je dan heel erg zo zwiepen. Ja, dan zwiept het zo en dan valt het naar beneden. Maar als je dus een beetje deppend aanbrengt en je zou ook je kwast nog een klein beetje nat kunnen sprayen met gewoon water of MAC Fix Plus bijvoorbeeld. Ja, dan maak je de kleur wat intenser, maar dan zorg je ook weer voor minder fallout. Dus dat zijn een beetje de tips betreft minder fallout. Ik wil nog even mijn wimpers krullen en deze leuke mascara. Dat is de Tarte Tartius Mascara uit mijn vorige Ipsy bag. Die kunnen jullie in de video van vorige week zien. En dat is echt een hele fijne mascara. Zien jullie meteen even de mascara aan het werken. Hij geeft heel goed volume. Hij klontert niet en hij geeft ook lengte. Dus ik ben echt heel blij mee. Ook even aan de onderkant. Het is me nog niet echt opgevallen dat hij gaat vlekken. Maar daar moet ik hem nog echt iets langer voor gebruiken. Ik zit nu natuurlijk weer te knoeien. En mijn eerste indruk van het Anastasia Modern Renaissance is echt heel goed. Ik zie ondertussen wel, want ik had swatches gemaakt, dat er wat vlekken op zitten. Ja, dat heb je dus wel met dit. Kijk, want nu zit ik hier weer aan. Maar goed, dat kan ik straks wel met een beetje micellair water weghalen, hoop ik. Want dat is natuurlijk wel een nadeel, want hij is zo mooi. En dan zit ik het meteen weer te smutsen. Dat is ook echt iets voor mij, maar oké. Het palet is echt heel mooi. De kleuren zijn mooi. Juist nu voor de winter, vind ik, herfst-winter. De swatches vind ik dan wat tegenvallen. Maar zoals ik al dacht, dat ze op de ogen gewoon heel erg intens zijn en wel goed te blenden. Niet snel weg te blenden, maar ja, gewoon hele goede kwaliteit oogschaduws. Volgens mij is het Modern Renaissance nog steeds gewoon te verkrijgen op de website van Anastasia. En ik geloof nu ook weer bij Sephora online, maar dat is wel Amerika volgens mij. Ja, ik ben dus echt super blij met dit palet. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Doe vooral duimpjes omhoog, laat een leuke reactie achter. Je mag ook altijd vragen stellen in de reacties, vind ik leuk. Ik probeer er ook op te antwoorden. En dan zie ik jullie heel graag in de volgende week weer terug. Doeg!